1881 beschikte Ommen alleen over een hulppostkantoor. Om te telegraferen waren de inwoners van Ommen op Denemsvaart aangewezen. Het stadsbestuur diende bij de koning een verzoek in voor een volwaardig postkantoor. Dit verzoek werd ingewilligd. Maar de minister had nog wel veel noten op zijn zang. In het nieuwe postkantoor moest ruimte komen voor een directeurswoning. En in de buurt moest een kerk staan. Ook moest er een kantongerecht in Ommen komen. De gemeente kon voldoen aan deze voorwaarden. In 1881 opende het nieuwe post- en telegraafkantoor in de Kruisstraat. Aan het begin van de 20e eeuw wilde de gemeente Ommen ook een aansluiting op het telefoonnetwerk. Het postkantoor aan de Kruisstraat was voor dit doel te klein. Er kwam een nieuw modern posttelefoon- en telegraafkantoor aan de markt dat in 1907 geopend werd. Na 95 jaar trouwe dienst werd het postkantoor in 2002 gesloten. Na 3 jaar trok Tante Pos in het gebouw, een brasserie. De naam houdt de herinnering aan het voormalige postkantoor hoog. Tante Pos was namelijk een veelgenoemde bijnaam voor deze dienst.